hele goede morgen, Vincent. Goedemorgen. Waar gaan wij heen vandaag? Nou, dat weet jij toch? Ik bedoel... Nou, dat weet ik niet. Dat is uit de tombola gekomen. Valkenburg. Zuid-Limburg. Het land van Toon Hermans. Hoe kerstwonderig wil je het hebben dat dat uit die tombola is gekomen? Ja, ontzettend toevallig. Daar schijnt het wel de allergevaarlijkste stad van Nederland te zijn op het moment. Echt waar? Volgens de NOS en RTL Nieuws en het AD en de Telegraaf... en andere zeer betrouwbare nieuwsbronnen... schijnt het zo te zijn dat bepaalde terroristen uit een bepaalde hoek... snode plannen hadden om iets in Valkenburg aan de Geul uit te gaan spoken. Heftig. Zijn het een beetje gezellige terroristen? Maar het zijn terroristen waarvoor je denkt, ah, hier heb ik echt absoluut geen zin in. Ik denk het laatste, dat laat onverlet dat wij toch al behoorlijk wat risico nemen... voor jouw kijkers, voor een beetje content om hier naar af te reizen. Ja, maar jij bent dit natuurlijk niet gewend, maar ik loop... Elke keer dat ik een filmpje maak, loop ik enorm veel risico. En ja, terreurdreiging, weet je. Er heerst al jaren terreurdreiging in mijn anus. En dat weerhoudt de mensen er ook niet van om even langs te komen. Denk je nou echt dat de terroristen erop zitten te wachten om naar een kerstmarkt te gaan om daar de zooi op te blazen? Doe even normaal, man. Kanker onzin. Zo. Ja, kom op, man. Zo. En gaan wij er gewoon een hele mooie dag van maken in Valkenburg met kerst. De kersteditie van Vincent's Doet. Boom! Als ik een terrorist was en ik zie een of andere kale kerkeridioot met zo'n trui rondlopen en een muts, dan zou ik denken, die ga ik eens even lekker neerschieten. Hier, Valkenburg, kut! Wat allemaal. Hallo! Allemaal een hele fijne hallo allemaal. We staan in de kerststad Valkenburg en moet je eens even kijken bij het kabbelende beekje De Gul. Maar dat was niet zo kabbelend in 2021, want toen trad het buiten zijn oevers en nam alles mee in zijn verslingende pad. Dood en verderf, tering en onzin, heel die stad Valkenburg aan de haaien. En de overheid die beloofde natuurlijk van jongens, we gaan je helpen. Zelfs Willem, Alexander en Maxima zijn hier geweest om de mensen een hart onder de riem te steken. Maar dat hart onder de riem is er nooit gekomen, zoals we van de grote overheid gewend. Eigenlijk zegt de overheid, ja, kan die eindelijk? Ja. Ja. Nou, kijk maar eens even hoe leeg het hier is en hoe goed de mensen hebben geluisterd naar onze grote sprookjesvertelling. Boe! Zien jullie het huis op de achtergrond? Kijk nou eens naar die grot. Nu staat het huis hier. Ah, dit is toch wat je wil horen voor je wordt kapot gebombardeerd door de gevaarlijke terroristen? Ja? Yes. Ja. Ja. Gaat u met me mee? Kom maar bij, gezellig. Hallo. Ja, gezellig. Hallo. Hey. Nee, want het is natuurlijk de gezelligste stad van Nederland. Of ja, kerst. Ja. Maar wat moeten we nou niet doen in Valkenburg? Niet, te veel slapen. Nou, de Kouberg ook niet oplopen vooral. Dat is zeer vermoeiend. Kouberg? Ja, daar ben je wel goed voor, jongen. Daar ga je nu naartoe. Naar de gemeentegroep. Ja, wat vind jij er nou allemaal van? Wat zeg jij? Terrorist. Wat ook? De Goldrace, wielerklassieker van Nederland. We staan aan de voet van de Kouberg, waar elk jaar weer de Amstel Gold Race wordt gehouden. Tenzij natuurlijk het klimaat uitbreekt, want dan moet iedereen zijn mondkapje op. Maar hier wordt hij dan gehouden en de Amstel Gold Race, ja, wie de fuck kijkt daar nou naar? Ik sta hier bij een bord, een reclamebord waar Fly op staat en een combi. Dus zoom even in. Heb je hem? Waarom staan die hekken nou hier in Valkenburg? Want die ken ik niet. Ik herken Valkenburg niet meer terug. Maar dat is dus voor die... terroristen die zo meteen, als die aankomen rennen, dan rennen ze zo tegen een hek aan, dan kan er niks gebeuren. Vincent. Oh, nee. Wat ben je aan het doen? Dichterbij. Echt close. Over terroristen gesproken. Twee warme chocomel met slagroom. Draai al 12 seconden. Oh ja, dan moet je dat even zeggen. Ja, misschien kan ik wat vertellen over het middeleeuwse karakter van Valkenburg. Dit, hier, as we speak, is de enige kasteelruïne in Nederland die hier, as we speak, op dit moment aanwezig is. Dus als jij denkt bij jezelf van, joh, goh, ik ga even lekker een kasteelruïne opzoeken. Zoek niet verder, want die is hier. En loop maar even met me mee, want het is hartstikke leuk. We gaan rennen ook echt. Kom maar rennen, de kasteelruïne op. Rennen, kom. Kom, kom, rennen. Angela Mergel. Zien jullie dit, jongens? Zien jullie al deze stenen met die namen erin gekerfd? We hadden het net over de rijke geschiedenis van Valkenburg.
En dit is dus de plek waar de mensen toen het hier overstroomde nog even op het laatste moment hun naam in de mergel hebben gekerfd. Van ik was hier ook toen het hier overstroomde en Jezus tering, wat was dat kut zeg. Hallo. Welkom bij Vincent's Doen Nederlands, de kersteditie. Nou, loop maar even met me mee, want om nog even terug te komen op juli 21, toen stond het water dus echt tot hier, hè, tot aan de lippen, tot aan de pet. Dus als je hier toen liep, nou toen liep je niet meer, dan zwom je een soort van door die... kon je ook gewoon niet winkelen. My wish come true, all I want for Christmas. Is een paar terroristen die me aan en zo blazen. Ik ben er nooit meer klaar voor geweest dan dat ik er nu voor ben. En lieve mensen, wat is kerst nou eigenlijk? Hij boeide niet. En dan is het natuurlijk nu tijd voor het vaste item. Het lijstje van mensen die niet uit Valkenburg komen. Nou, er zijn heel veel mensen die niet uit Valkenburg komen. Kijk eens. De gul. Hier klotste en walste het water zo over die rivier. Nou, we lopen dus nu, as we speak, de kerstmarkt op. En jongens, riemen vast, want de dreiging wordt alleen maar heftiger. Vincent, ik weet niet of ik mee wil. Hoezo niet? Ja, ik vind het te heftig. Ja, ik moet ook geen NOS lezen. Ik kneus, je wist wat ik wilde zeggen, maar deed niet. We houden het netjes. Kom, we gaan op zoek naar braadwoerst. Over braadwoerst gesproken. Koekoe. Ja, lieve mensen, de kerstmarkt in Valkenburg begint nu echt op stoom te komen. Zoals je achter mij ziet, misschien wel ziet, want ik kijk eigenlijk helemaal niet. Zie je allemaal mensen lopen en je ziet het prachtige zonlicht neerdalen op het altijd pittoreske en even gezellige Valkenburg. De kerststad van Nederland. En lieve mensen, ik denk dat als ik zeg microfoon, dat alle mensen naar mijn microfoon kijken. En dat jij gewoon met me meedraait. En het is niet zomaar een microfoon. Het is een kerstmicrofoon. Ik kan er wel gekscherend over gaan lopen doen, maar voel je de dreiging? Je voelt gewoon de angst en de terror als je hier rondloopt. Ja, bij de ingang voor de kassa, voor de kabelbaan. En heb je deze microfoon gezien? Dit is een artificial intelligence microfoon. De robotica die versmelt zich met de mens. En jongens, pas op, want daar gaat het echt link worden. Hè? Niet bang zijn. Nee, zeker niet. Dus, in de kabelbaan. As we speak, ja. Oh, jij was nog niet aan het filmen? Nee, hij was uit even. Oh. As we speak zitten we in de kabelbaan. Kijk, ik wijs even naar de mensen. Hallo allemaal. Hallo lieve mensen. Hallo. Zie je het? Je filmt het niet, lul. Als ik een terrorist zou zijn, dan was ik hier naar binnen gevlogen met een flatgebouw. Ja. Want dat is wel een beetje de essentie, hè, van kerst. De geboorte van... de zoon van God. Maar ja, dat wordt natuurlijk elk jaar helemaal ondergesneeuwd door die kerstman die ze door onze strot willen rammen. Althans, de kerstman die duwt spakjes door de schoorsteen. Hè, want de kerstman die vliegt op zijn magische slee. Vliegt hij de hele wereld rond om alle kindertjes van de aarde te voorzien van heel veel cadeautjes. Althans, niet alle kindertjes. Alleen de verwende westerse kindjes, want ja, de kindertjes in Afrika, hebben die nou echt een cadeautje nodig? Daar sta je dan in één keer boven op de Wilhelminatoren en moet je eens even kijken wat een mooi uitzicht je hier hebt. Zie je het uitzicht? Kijk even, hier. Ja, uitzicht. En daar ook. Hier, loop even mee. Hier heb je ook het uitzicht zo, daar. En daar ook. Als je goed kijkt, heb je daar ook uitzicht. Maar hier is vooral het uitzicht. Oh, oh. Oh, nee. Oh, een terrorist. Dus kijk hoe hoog. Kijk. Ja, als je er klaar mee bent, hier uitstappen. Als je eruit kankert. Is het klaar? Ja, dan is het voor jou geen kerst meer, vriend. Zwoesten we de kerstgod in, de gemeente kerstgod. Hallo. Hi. Jij houdt maar niet op, hè? Over nee, de nee, ik begin je bent, op. Je bent een NOS-nieuwsbeestje, dat ja, is wat jij telegraaf. Bent. Jezus. Oeh, die reis nou al lang, hoor. Kindelijke Jezus. Ja, en Koen moet natuurlijk weer de Japanner uithangen. En een...
kerstfoto. Zal ik jullie eens wat vertellen? We staan in de verkeerde rij. Voor de verkeerde kerstmarkt, voor de verkeerde kerstgod. Ik sta dan wel in de rij, dus ik zal godverdomme naar een kerstmarkt gaan ook. Hoe heftig dit is. Extra maatregelen worden hier getroffen. Dankjewel, politie Nederland. Ik voel me zo veilig nu. Ja, het is dat ik geen kranten lees en geen tv kijk. Anders had ik helemaal niet geweten dat het hier zo heftig was. Maar ik ervaar de dreiging als zeer reëel.